Cinema Datang. Goedemorgen dames en heren, goedemiddag dames en heren. Hartelijk welkom vanuit de IJsselhal in Zwolle. Istimewa organiseert weer een Pasar Malam en natuurlijk zijn wij er dan bij. Wat gaan we vandaag doen? We gaan het hebben over Indonesisch eten. Want wat is nou specifiek Indonesisch eten als we het over lekker eten hebben natuurlijk. We hebben het ook over de artiesten die er zijn. Harald Verwoerd is onder andere en u hoort hier op de achtergrond de muziek al. En natuurlijk gaan we alle kraampjes een beetje door, alles een beetje langs en alles een beetje laten zien. Kortom, hartelijk welkom nogmaals op de Pasar Malam van Istimewa. Als we het hebben over Indonesië, weet iedereen wel waar het ligt. De hele mooie smaragd, de gordel van smaragd wordt het ook wel genoemd. IJsbel-eilanden, maar gordel van smaragd. Nou, en dan gaan we naar het grote Zuid-Sumatra en Sumatra met Medan, Pekan Baru, Jambi, Palembang. En dan kom je hier in Jakarta met West-Java natuurlijk, Jakarta. Centraal-Java met Semarang, Surabaya. En als ik Surabaya zeg, dan moet ik eventjes aan mensen denken die er pas geweest zijn. Nico en Sylvia. Nico, je had eigenlijk hier moeten staan. Ja. Noodlot tart alles. En dat wil zeggen dat jij nu in de ziekenboeg ligt. Met een spierscheuring. En ook nog eens een keer, Sylvia, jouw vrouw is ook ziek. We wensen jullie beiden vanaf hier heel erg veel beterschap. En ik hoop dat jullie toch meegenieten van deze reportage. Dat gezegd hebben, gaan we natuurlijk even door. Want dan heb je Surabaya, heb ik gezegd, dat is Bali. En dat Bali kom je dadelijk ook weer tegen in allerlei andere dingen. Houtsnijwerk, bijvoorbeeld. Sulawesi. En dan moet ik even omlopen naar de andere kant. Maluku, de Molukken. Met Raja Ampat Archipels. West-Papua, Manokwari. Ambon natuurlijk, heel bekend. En dan, ja, dan heb je het gewoon over de gordel van smaragd. Leuk, hè? Mooi. Een stukje geschiedenis. Moest even. So
sailing across the sea. Bring my loving baby safely home to me. All the nights are lonely, my heart feels such pain. Little ship, please hurry and bring her home. Cheers, man. Little ship, keep sailing till you reach. She may be in trouble as I say this prayer. See her through the trouble. Safe out there, little ship, keep sailing till you reach the shore. Then I'll hold my loved one in my arms once more, in my arms once more. Terwijl die Harald Verwoerd nog eventjes doorzingt, zien we hem nog vaak genoeg hoor. We gaan het hebben over Balinees houtsnijwerk. En wat is er dan zo speciaal aan het Balinees houtsnijwerk? Het is allemaal handwerk. Als je op Bali komt, je gaat er de markt op, dan vind je dit soort leuke beeldjes die je brengt. En die worden met de hand vervaardigd. Echt puur Balinees handwerk. Balinees houtsnijwerk. Wat kost nou zoiets? Ja, er zit wel eens een prijsje aan. Maar dan heb je ook wat leuks. Ook dit weer op de Pasamalam van Istimewa. Als we het hebben over de Indonesische keuken, dan heb je het over heel veel lekkernijen. En deze mevrouw die hier naast mij staat en die zelf eventjes vertelt hoe we eten, want dat is voor mij een beetje moeilijk.
Mijn naam is mevrouw Fernandez en ik kom oorspronkelijk uit Jakarta. Jakarta? Ja, daar geboren, daar opgegroeid. Ja. En ik ben hier pas sinds 98. Vertelt u mij nou eens, wat is nou precies, wat is nou echt specifiek Indonesisch? Specifiek Indonesisch is saté. Saté? Saté. Ja, dat is bij ons is vers rooster. En dan de pindasaus, die maken wij zelf, niet kan en klaar, met echte kruiden uit Indonesië. Ja, en dan dat maken we alles hier vers. Dat is de populairste maaltijd voor mensen hier in Nederland. En we hebben ook combinatie, dit is met bami, nasi, met vegetarisch lumpia, of Nederlandse stijl met patat. Ja, de Hollander. Je houdt van friet. Frietjes, ja. Dus daarom ik combineer het met saté. Eigenlijk hoor ik niet. Ja, maar toch wordt gevraagd. Dus dat maak ik mee. Ja. Nou staat Indonesië onbekend om het lekkere, warme eten. Dat wil zeggen scherp eten. Ja. Met sambal. Met sambal, ja, klopt. Maar die saté saus, die maken jullie ook zelf niet? Zelf, ja. Sambal erin? Sambal ook zelf gemaakt. Dit is onze maaltijd, is speciaal voor de Nederlandse mensen gemaakt. Dus niet pittig. Het is wel rood, maar het is niet pittig. Niet pittig. Niet pittig. We hebben aparte sambal. Als en als je het zelf eet, ja, dan maken wij. Dan heb je de heetste sambal die je nodig hebt. Ja, klopt. Ja. Dus ook kleinkinderen kunnen ook bij ons eten. Dat is niet pittig. Lekker toch? Ja. We gaan er zo meteen van genieten, dat weet ik zeker. Ik heb nog één vraagje over de bakbananen. Ja. Want bakbanaan wordt mij altijd gezegd hoe zwarter de banaan, hoe lekkerder. Dat is de beste. Klopt dat? Ja, klopt. Dat klopt. Kijk dan, onze banaan. Ja, helemaal zwart. Ja. Dus lekker rijp. Ja. Nou, als je het over lekker eten hebt, dames en heren, dan gaan wij dat zo meteen ook natuurlijk eventjes doen. Ik dank u zeer hartelijk. Oké, fijne dag verder. En wij gaan even lekker eten. Tot straks. Thank you.
Naast mij chef Smeets van de match voor matches voor stamstel donoren. Correct. Wat is nou precies een stamceldonor? Een stamceldonor is iemand die stamcellen wil geven ten behoeve van een patiënt die een bloedziekte heeft. Veelal is dat leukemie. En daar is het vervelende bij dat die mensen met leukemie alleen kunnen genezen van die kanker als je een passende stamceldonor hebt. Een match. Als een match. Ja. En dan staat u hier op een passamalam. Ja. Om donoren te werven. Maar heel in het bijzonder, momenteel is er een jongeman, Oscar, 23 jaar, van Indische afkomst. Dat is een Indische jongen. Die woont in Amersfoort. En die is al 3 jaar ziek, heeft die leukemie. En die heeft geen passende donor. Dus de tijd wordt steeds moeilijker, steeds korter voor deze jongeman om ooit de leeftijd te halen die wij al hebben, of die ik heb. Nou kan ik het zelf waarschijnlijk niet meer, omdat ik zelf een handicap heb, maar wat kan iemand doen die stamceldonor zou willen worden? Nou, dat is heel eenvoudig. Er is een ondergrens van 18 jaar en een bovengrens voor je aan te melden van 50 jaar. Je kunt op de site van matches.nl, daar kun je de informatie vinden over hoe een proces voortgang vindt. En daar kun je uiteraard ook aanmelden als donor. Vervolgens krijg je een wattenstaafje thuis gestuurd. Dat heb ik hier liggen. Even snel pakken. Ja, dit wattenstaafje krijg je thuis gestuurd. Daar doe je wat wangslijm mee afnemen. Dan stuur je dat terug naar de matches. Dan wordt aan de hand daarvan jouw bloedtype vastgesteld. Mm-hmm. Dat gaat in de databank. En that's it. Dan is het wachten op een oproep voor een stamceldonatie. En dan heb ik in dit geval stamcellen afgegeven. Ja. Dan wordt dat natuurlijk uiteraard aan alle kanten gefilterd en uitgezocht. Nee. De stamcellen, kijk, op het moment dat je als donor opgeroepen wordt, dan wordt het hier een naald in de arm. Hier een naald in de arm. Jouw bloed gaat in een filterapparaat, apparaat. Daar worden de stamcellen uit jouw bloed gefilterd. Ja. Nou, jij gaat naar het schone bloed krijg je weer terug. En het schone bloed krijg je weer terug. Oh, en dan okay. Ga jij, dat duurt ongeveer 1 uur of 4 tot 5. En na die 4, 5 uur ga jij wel lekker naar huis. Pak je een pilsje of een rood wijntje of net wat je wilt. En je gaat door met jouw leven. De stamcellen die gaan ondertussen naar de desbetreffende patiënt. Die krijgt die binnen, ik dacht 48 uur maximaal, moeten die toegediend krijgen. En als dat goed gaat, dan gaat hij op een x-moment, dat is een beetje afhankelijk van de snelheid van herstel, gaat hij wel lekker ook naar huis en drinkt wellicht ook een pilsje of een rood wijntje. Nou, dat is het dus heel belangrijk om stamceldonoren te vinden. Ja. Ik ga u aankijken, dames en heren, want dat wil zeggen dat wij als vrije mediagroep u ook eens aankijken en zeggen van, als je nou echt iets wil doen, je geeft iets af, je krijgt het ook weer terug, maar daarna heb je wel iemand blij gemaakt. Denk eens over na. www.stamceldonoren.nl www.stamceldonor.nl
heeft deze jonge man heeft de vorige keer mij netjes in dit mooie nieuwe overhemd gezet. Waar ik jou nog steeds dankbaar voor ben. Staat u nog steeds goed? Hij staat nog steeds goed. Nog steeds, zeker. Hé, maar wat ik nou heel graag wil weten is, zijn er in Indonesië bepaalde provincies, steden, waar jij die overhemden laat maken? Want ja, het lijkt me monnikenwerk. Jawel, zeker, zeker. Dus elke streek die heeft specialiteit. En voor de batik, dus een beetje midden Java, Yogyakarta doe ik het. Dus vind ik de beste daarvan. Dus daar laat ik al dit. Yogyakarta. En ik hoorde net dat je, pas terug bent uit Indonesië. Ja, ja. Weekje of dus, drie in het ofzo. En dan zeg je gewoon van ik wilde zoveel hebben. Ja. Die maat. Ja. Die worden voor jou gemaakt. Gaan op het vliegtuig en komen hier. Via zee, via de container. Via schip. Ja, ja, ja. Ik koop de stoffen. Dus de batikstof eerst. Ja. En dan moet ik het een beetje indelen met de rest van de kleding, broekkoop, gewoon. En dan hou ik een goeling slopen ook bijvoorbeeld. En dan hou ik een deel voor de overhemden. Dan doe ik een beetje indelen inderdaad voor de maat. En dan wordt het goed. En het is allemaal echt handwerk. Ja, ja, zeker. Ja. Stuk dus voor dan, stuk. Ja. Stuk voor stuk. Dus dames en heren, en vooral heren, want ja, ik ben nog helemaal geen dame, ik kan er ook niks aan doen, ben ik voorafgekeurd. Een mooi overhemd. Die echt wat leuks wilt, die echt iets aparts wilt. Ik kan hem alleen maar aanbevelen. Ah, dank u wel. Allemaal iedereen naar ons, zing mijn kontie. Just wanna dance the night away. Dames en heren, wat ons betreft zit de tijd even op. We hebben het weer heel graag gedaan. En we bedanken daarvoor Isti Mewa, de organisatie die het ons mogelijk heeft gemaakt om weer een prachtige reportage te verzorgen. Met Pasen in de Ahoy Hallen in Rotterdam zijn we er niet bij. Helaas, dan hebben wij wat anders. Maar we komen nu vast en zeker nog wel een keer ergens tegen. Namens Reiner, namens Ronald en mezelf Roel. Houdoe, tot de volgende keer. De groet aan mijn moeder. De groet aan mijn vader en moeder. Wow. En mijn vader.